Kijk eens. Twee weken geleden bezocht de commissaris van de Koning Wim van der Donk de gemeente Werkendam voor het laatst. Vandaag was de gemeente Woudrichem aan de beurt. Na ontvangst in de werf in Woudrichem stond een bezoek aan Schouten Jurp op het programma. Ik ga hem vertellen wat wij vooral doen. Hè. We hebben, naast Schouten Jurp hebben we een aantal andere activiteiten. We hebben Schouten Advies, Schouten Certification en Nutrilab. Allemaal op het gebied van voeding voor mens en dier. Dus we laten zien wat Schouten Advies doet. Die begeleidt bedrijven op het gebied van het opzetten van kwaliteitsmanagement systemen in de diervoeding en in de humane voeding. Schouten Certification certificeert het. En Nutrilab doet heel veel onderzoek op het gebied van voeding voor mens en dier. En wij zijn actief bezig met het verstrekken van die voeding. Dus we doen heel veel rondom voeding. En verder ga ik hem vertellen dat de Schoutenfamilie al 125 jaar actief is. Dit jaar dus precies. We zijn in 1893 begonnen. En dat is dus echt wel een leuk moment dat die komt. Bezoek gebracht aan Schouten Europe, die zelfs 125 jaar bestaan dit jaar. Ik noem hen intussen de Tesla van de voeding. Ja. Want het was, ik zei, ik had hetzelfde gevoel toen ik daar binnenkwam. Jonge mensen die echt met een groot engagement en deskundigheid bezig zijn met een groot vraagstuk in de wereld. Dat we minder vlees moeten gaan eten en meer plantaardig. Dat is, kun je van alles van vinden, maar dat is gewoon de werkelijkheid zoals die zich aan ons gaat voltrekken. En, we hebben maar één planeet, er is geen planeet B. Dus we zullen daar goed voor moeten zorgen. En dan is het mooi om te zien dat hier midden in deze gemeente een wereldspeler zit. Want werkelijk over de hele wereld actief. Met kennis, met ambitie. En het is een familiebedrijf. Ja. Dat zie ik ook vaak. Het zijn bedrijven die lange termijn gericht zijn. Die in de lange termijn lijnen durven denken. En dat is mooi om te zien. Dat was erg indrukwekkend wat ze allemaal doen. En dat contact is nog niet voorbij, want ik heb met meneer Schouten afgesproken dat we nog wat ideeën die tijdens het gesprek ontstonden nog eens wat verder gaan uitwerken. Ik ontdekte dat hij nog geen lid was van het Brabants Genootschap van Familiebedrijven, waar ik beschermheer van ben. En dat is een heel mooi netwerk van Brabantse familiebedrijven die veel voor elkaar kunnen betekenen. Maar ook nog veel meer andere kwesties, dus dat was heel mooi om te zien. Met de fusie in het vooruitzicht was dat uiteraard ook een onderwerp van gesprek. De Woudrichem als hekkensluiter van de drie individuele gemeentes, voelt dit voor u nu een beetje als afscheid nemen? Nee, zover ben ik nog niet. Nee, het proces loopt echt tot, ik zal wel zeggen, de laatste dag van 2018, ja. 31 december. En ook blijven we tot die datum gewoon volop in onze bezigheden bezig om enerzijds je gemeente goed en netjes achter te laten. Hè? In financiële zin, in personele zin en alles wat ermee samenhangt. En dat je dus ook straks een goede overdracht kunt hebben naar de nieuwe collega als waarnemend burgemeester. Om dan te zeggen, nou dit kunnen wij met een gerust hart overdragen. Dus ik zit helemaal niet te denken van, nou we zijn aan het afbouwen of zo. We hebben nog 9 maanden, helemaal niet. Wij blijven gewoon full speed bezig tot de laatste dag. Waar liggen nog de grootste stappen te nemen? Nou, ik denk dat de belangrijke stap nu ook genomen is door het gemeentehuis aan te kopen. We zijn natuurlijk nu bezig met harmonisatie van allerlei wettelijke regelingen en gemeenschappelijke regelingen die in orde zijn. Dus dat is weer een technisch verhaal intern. We zijn bezig met de functieboeken, dus de belangrijke functie. We hebben een nieuwe gemeentesecretaris benoemd, een nieuwe griffier. Nou, en daaronder komt dan weer een directie van 3 personen, dus gemeentesecretaris en 2 directeuren. Dat proces, dat sollicitatieproces loopt nu. En de leidinggevende functie daaronder zitten, nou, dat hopen we voor de Pasen te kunnen afronden. En dan krijg je ook de verdere personele invulling als het gaat over de nieuwe organisatie.